and reveal their encounters with the Empire of the Sensors. We spelen van Albert. Angriff der Killerhaarsen van Joachim Stolze. Hij heeft een vader die handelt in konijnen. Hij heeft een moeder en die heeft een auto. Moet je kijken, hij wordt aangevallen door hazen eigenlijk. En hij wordt er werkelijk door verscheurd. Het is afschuwelijk. Het is bijna nog erger dan Hitchcock met die vogels. En het is heel makkelijk. Het heeft haast niks gekost, hè? Afschuwelijk, man. De bevolking laat het natuurlijk niet op zich zitten. En die gaan iets doen tegen die vreselijke konijnen. Zie je, hele leger wordt ingezet. Die konijnen deinzen werkelijk voor niks terug, zie je. Verschuwelijk. En het is allemaal 8 mm. Heel goedkoop. Heel intens eng ook. Het vorige filmpje, dat loopt goed af, kan ik je wel even klappen. Maar deze is van een heel ander kaliber. Deze is gemaakt door Thomas Bayer en heet Ekromantiek. Een soort horror SM met eieren. Nee, handschoenen aan, messen. Kijk. Handschoenen goed. En verder. Kijk. Is dat niet afschuwelijk? Met haken, eieren uit elkaar trekken. Het gaat zo een tijdje door. Nee, het wordt steeds heavier natuurlijk. Nee. Schuurlijk met kleine cirkelzagen in eieren. Oh, wat een ziek gedoe. Spoelen weer, want dit wordt te heavy. Dit wordt nog heavier. Zogenaamde ontleden van weerloze eieren. Oh. En, let wel, 8 mm. Met een goedkoop tweedehands cameraatje. En toch zo'n afschuwelijk effect. Oh, nee! Ik geloof dat ik dit ook weer even door ga spoelen, want dit... Oh, afschuwelijk. Gaan ze in de... Zie je? Ek flambé. Ik vind dit werkelijk hardcore horror, hoor. Massagraf van eieren. Stel je voor dat je zo'n ei bent. Nee, nee! Ja, je bent er geweest. Nou, we hebben nu een filmpje van de Godfather... van de Duitse horrorfilmmakers. Hij heet Jörg Butkereit. En zijn filmpje heet Necromantiek. Hij is ook begonnen op 8 mm, maar hij is later professioneel verder gegaan. Met ook, in plaats van eieren en hazen, lijken. Eens even kijken. Geëikte ingrediënten, doodskist. Doodskist open. Skate weer los. Oh ja, op die manier. Het doen met lijken. Nou, omdat smaken verschillen, hebben wij een gesprek met de maker gehad. Die geschehnissen die daar passieren, die Gewalt die dargestellt wird, die is grausam. Weil Gewalt einfach grausam is. Alles andere wäre in meinen Augen... heuchlerisch, Augenwäscherei und Volksverdummung. Und das kann man den Leuten ja nicht antun. Das ist sehr viel gefährlicher, als wenn sie eben mal sehen, wie widerlich das ist, jemanden da den Kopf abzusägen, was ja in dem Film passiert. Mhm. Also tausende von anderen Filmen auch passiert, eben nur nicht auf diese Art und Weise und nicht in der Ausführlichkeit. Und deswegen ist es halt plötzlich gefährlicher. There seems to be an interest for cult and horror movies among young people. Can you explain why? Ja. Also ich selbst hatte, bei mir ist das auch so gewesen, bei mir ist es heute auch noch so, dass ich oft noch nach Excitement einfach Ausschau halte, weil wir einfach so gehütet aufwachsen oder die Kinder so gehütet aufwachsen, dass sie ja keine großartigen Aufregungen mehr haben und da müssen sich die Aufregungen halt anders ins Haus holen. Mhm. Also der Körper braucht einfach einen gewissen Schub an Adrenalin pro Tag und wenn er den nicht kriegt, ist er unausgeglichen.
Nou, dat waren de filmpjes van de Duitse pioniers. Maar hier in Nederland kunnen we het ook. Edwin en Frank, 24 en 27 jaar, uit Tilburg, zijn momenteel bezig met necrofobia. De film is nog niet af, want ze hebben geen geld meer. Nou, eens even kijken. Het gaat over een man die net zijn vrouw verloren heeft. En die ontmoet dan een andere vrouw, Colette, die haar man verloren heeft en die bij een psychiater geweest is. En die psychiater heeft gezegd, je moet het met dode mannen doen. En dat gaat ze dan ook doen. Zie je, ze gaat gelijk achter hem aan. Even kijken hoe dat verder gaat. Ze lokt hem natuurlijk mee naar haar huis. En dan krijgen we eerst nog iets met een motorzaag en een graf. En dat is allemaal duidelijk. Even verder. Oh ja, dit is in de kelder van Colette's huis. Hangt helemaal vol met misvormde lijken en vleeshaken. Dat is natuurlijk wel duidelijk. Daar hebben we een psychiater. Zijn schuld is het eigenlijk allemaal. We gaan even verder. En dan komt er een. Ze was ook op het kerkhof waar een vrouw begraven werd. Ze houdt in de gaten. Er ontstaat een romance tussen de jonge weduwnaar en Colette. Zie je? Een romance. Maar wat ik me afvraag, waarom maken jongeren van dat soort films? En waar is de grens? Om dat te weten te komen, gingen wij naar Tilburg. Dus hier hebben jullie nou al die gorigheid opgenomen? Inderdaad. Ja, want dat is niet alleen gorigheid, we hebben ook drama gedaan. Achtervolgingen en spanning. Dus het ging niet alleen om de smerigheid. Er wordt sowieso al te weinig rotzooi gemaakt in Nederland. Wij vinden het belangrijk dat er rotzooi gemaakt wordt. Het wordt tijd voor B-filmcultuur in plaats van films van 7 miljoen die sowieso floppen. Waar moet je rotzooi maken? Nou, rotzooi heeft niks te maken met onprofessioneel. Nee. Maar je moet eerst leren kruipen voordat je kunt gaan lopen. En wij vinden dat wat Dick Maas doet, dat vinden wij even groot respect voor. Het zijn dunne verhaaltjes, maar hij leert wel hoe die films moet maken, langzaam maar zeker. Maar waar gaan jullie naartoe dan? Ik bedoel, seks met dieren, seks met kinderen, seks met... Nee, wat moet er nou... Dit is horror, dit is porno. Porno, dat staat ver van ons bed. Je ziet jullie hoofdpersoon boven op een lijk gaan zitten. Dat wordt gesuggereerd, ja, maar als je over porno praat, heb je het over meat shots. En die zitten er bij ons helemaal niet in. Het wordt gewoon puur gesuggereerd wat er daar op die bar gebeurt met het lijf. Waarom moeten er dit soort films gemaakt worden tegenwoordig dan? Ik vind dat films moeten een tijdsbeeld reflecteren. En ja, door kijken om je heen, de wereld is best decadent aan het worden. Dat hoef je toch niet aan mee te doen? Hoef je toch niet nog erger te maken? Nee, maar je maakt toch een film over mensen? Tenminste, dat lijkt ons. Je maakt een film over mensen en wat die mensen bezielt of kan bezighouden. Of wat voor erge dingen die mensen kan overkomen. Als we nou films gaan maken over de eenzame soldaat die zijn liefje gedag zegt, ja, dan ben je inderdaad een beetje ouderwets bezig. Maar er is toch niks erger dan de werkelijkheid? Nou, ik denk dat de werkelijkheid erger is dan wat je in welke film ook ziet. Ja, waar maken ze dan? Ik denk sowieso dat onze film helemaal niks met de werkelijkheid heeft te maken, wat ik al eerder zei. Het is gewoon pure fictie. Het is toen we ook bezig waren... Het is een experiment in vorm. Ja, in principe wel. Moeten er dan geen jonge regisseurs in Nederland films met inhoud maken? Nou ja, prima, graag zelfs, heerlijk. Dan maar jullie gewoon niet? Als we dat kunnen, ja. Volgens mij denken jullie dat jonge kijkers niet meer geraakt kunnen worden door inhoud, zoals Spoorloos, maar dat ze alleen maar geraakt kunnen worden door vorm, vleeshaken, kruisen die kapot geschoten worden, lijken. Dat houdt ze misschien nog te weinig bezig. Te weinig? Je krijgt bijna geen reactie op wat voor film je ook maakt. De hele filmindustrie is een beetje in slop aan, zeker in Nederland, in slop aan het geraken. Er wordt sowieso al heel weinig gemaakt en weinig in horror in Nederland. En ja, maar dat is toch ook een soort ontspoordheid? Kijk naar een horrorclub. Gaan mensen zitten juichen als er koppen afgeschoten worden? Ja, dat is heel fout. Daarom gaan wij ook niet meer, ik weet niet of ik de naam mag noemen, na het Weekend of Terror. Omdat de hele zaal vol zit met mensen die alleen maar, als er een moord iemand wordt vermoord. Dat doe je toch aan mee door zo'n film te maken? Nou, omdat
gewoon bang zijn en angst, dat heeft met leven te maken. En ja, mensen hebben een bepaalde uitlaatklep nodig, tenminste ik. En ik krijg, als ik hele grove dingen zie, krijg ik... Ja, ik ben best wel altijd onder indruk van enge films. En als het heel grof is, dan heb ik zoiets van shit, ik ben blij dat ik leef. En maar wat is dat voor kick dan die je daarbij hebt? Het is toch heerlijk om te leven? Maar je maakt wel een film waarin je zoiets zegt van mensen kunnen maar beter wennen aan geweld, want dit is wat wij presenteren. Ik kan het ook zien als een waarschuwing. Hoe dan? Dat geweld iets afschuwelijks is. Maar dat zie ik gisteren op het journaal ook. Ja, precies, maar mensen denken er volgens mij nog veel te weinig over na. Ja. Je moet er steeds verder gaan. Precies. Nou, waar eindigt dat? Waar gaan we heen? Het is een soort een collectieve ontsporing aan het worden, toch? Ja, dat klopt ook wel. Omdat mensen raken inderdaad afgestompt omdat ze inderdaad vaak tv kijken en ze zien heel veel en je prikkelgraad wordt steeds, je gaat steeds meer eisen en ik denk dat dat ook wel... Maar ik denk niet dat er iets verandert als we allemaal Sissi en Angelique films gaan maken. Precies. Het zijn ook leuke films, daar niet van. Maar waar houdt het op? Het houdt nergens op. Nou, hier is tenminste niet zo bedompt. Dit is een stuk frisser. Heb je een boodschap met je film? Nee. Met de film niet, maar ik denk wel dat het initiatief... dat je dus inderdaad zelf actie moet ondernemen en niet passief op je kamer gaan zitten van... oh, wat is de wereld toch kut en kloten. Maar je moet gewoon wat gaan doen met je leven. En als iedereen dat zou doen, dan wordt het een stuk actiever en positiever ook, denk ik. Dus jullie vinden het nog wel leuk, leven? Ja, lekker. We zullen het deze tijd moeten doen, want we leven nu. En ik geloof dat je hebt altijd keuzes en je kunt altijd het beste van je leven maken. Dus... Zoals je moet kiezen tussen leven en dood? Leven, ja. Leven of dood, cirkelzagen, ingewanden, bloed. Jongens, waarom ga je niet iets nuttigs doen? Zoals bijvoorbeeld schilderen of muziek maken. Of alle twee, zoals de Amerikaanse band Painting over Picasso.